Op het gebied van transport vinden steeds meer duurzame innovaties plaats. Dit niet alleen in het transport van goederen en vracht, maar ook in het passagiersvervoer. Skyway Technology maakt gebruik van hoogwaardige technologie om een nieuwe vorm van transport te ontwikkelen. Welke vorm van transport dit is en hoe dit eruit komt te zien, vertelt Jan Braham. Er zijn verschillende transportcabines ontwikkeld op basis van losse cabines die rijden, waarbij het milieu op de eerste punt staat. De motoren die rijden op elektriciteit. Het is volledig CO2-neutraal. Er is geen CO2-uitstoot. En er zijn verschillende cabines ontwikkeld, speciaal voor passagiers, voor streekvervoer, stadsvervoer. Maar denk ook aan cargo, grondstoffen of containers. Er is speciaal een testbaan ontwikkeld, dat noemen ze het Ecotechnopark. Daar kun je verschillende soorten cabines zien. Cabines voor 3 tot 120 personen, maar ook voor cargo en grondstoffen. En je ziet daar ook allerlei verschillende constructies voor, op basis van stringtechnologie. Waarbij afstanden kunnen afgelegd qua overbrugging van 200 meter of meer. Maar ook dual rails en andere vormen van constructies. De voordelen van de cabines zijn dat ze aerodynamisch zijn, ze zijn comfortabel. Ze zijn geruisloos, ze zijn stil. Ze zijn goed voor het milieu, omdat de grond wordt ontzien. Er wordt op een bepaalde hoogte wordt er gebouwd, zodat dieren en bebossing er onderlangs kan gaan. De motoren zijn uiteraard energie zelfvoorzienend, volledig elektrisch. Wat dus beter voor het milieu is. Door middel van crowdfunding kan iedereen zijn steentje bijdragen aan een duurzamere toekomst.